Zo, fucka moneta. Fucka bro. Zo, die mensen lopen te zeuren van jullie drop geen filmpjes, dit, dat. Super lekker geweest, man. Maar ja, we zijn weer back. Man. Dus met nieuwe filmpjes, nieuwe dingen. Maar even voor gewoon om jullie even een klein beetje warm te maken. Even een kleine interview. Een nieuwe drip talk, zie je het, man. The last edition of the... Nee, toch? Ik weet niet, de last edition of de new edition. We gaan even kijken, man. Als jullie nog niet weten, op TikTok plaatsen we nu voor korte versie van onze interviews. Omdat, tja, interviews zijn nu voor ons niet echt een beetje die ding. We zijn echt aan het kijken naar een nieuw concept, snap je? Van wat we kunnen doen op YouTube. En we ja, hebben het gewoon gevonden, maar jullie moeten gewoon geduld hebben. We hebben ook geduld met jullie. Maar daarom dachten we, laten we even een drip talk weer voor jullie gooien. Want het is echt lang geweest, man. Ja, man. Dus ja, je weet wel, willen jullie de vragen weten? Nee, dat gaat het wel even zeggen. Mijn vraag is dus... We hebben twee vragen natuurlijk, maar mijn vraag is dus... Wat is de grootste cap dat een dame of een jongen bij jou heeft gegooid... als het gaat om intieme dingen? Ja, toch kleine seksdingen gewoon. En dat ze heeft gewoon niet heeft gebackt of hij heeft het niet gebackt. Dus met andere woorden, hij of zij heeft het niet gedaan. Ja. Ja, man. En zou jij jouw zoontje of dochter met een persoon zoals jij... laten daten. Mm-hmm. Ja. Ja, toch? Zet in de comment of je dat zou doen. Ja of nee. En ja, vergeet niet te liken, te abonneren en te delen. En niet te vergeten, was een kleine dansje. Let's get it to this bitch. Yo, hoe sta je met? German. Ik heb twee vragen voor jullie. De eerste vraag is... Wat is de grootste cap dat een dame op heeft gegooid? Van ik ga dit met jou doen, dat met jou doen. Gewoon chat en dan eindstand komt iets op het moment, doet niks. Zo. Denk ze prak gewoon freaky in mijn chat en zo. Ik wil bijna die naam bossen, maar dat begint met de M, je weet toch? Als je weet, dan weet je. Het begint met de M, ze praat veel in mijn chat, maar in het ergste regelt wel. Maar nu, je weet toch, ik heb gewoon vrouwen rustig gehouden. Ja, man, zelf dan, man. Ja? Ja, man. Wat werd er precies gezegd? Wat zei ze? Wat voor standje of zo? Bekjes en zo. Maar ze kon niet aan? Nee, man. Nee? Je hebt gehandeld? Ja, man. Ik hoor je. Wat voor takje gooide ze dan? Wat zei ze precies? Broer, gewoon veel van... Gaan we naaien, dit, dat. Als ik je zie, gaan we dit, dat regelen. Weet toch? Gewoon zulke takjes. Maar dat is opeens verlegen, gewoon shaken, zeg maar. Ja, man. Ja, kom, dat is gewoon, man. Boys, tweede vraag is... Zou je jouw dochter, dus jullie dochter... met de jongens zoals jullie laten gaan? Nee, man. Nee, man. Nee, man. Dat gaat het niet worden, man. Nee, man. Waarom niet? We zijn gewoon goede jongens, toch? Vakken, was. Bro, kijk even naar allebei onze benen, bro. Dan weet je toch? Dat is echt al genoeg, toch? Dat is echt al genoeg. Nee, goed. Maar stel je voor je dochter komt wat of ze met zo'n boy. Hoe ga je daarmee om? Zo zeg ik, ben gewoon verliefd op hem, toch? Kijk, dan is het anders. Als het maar gelukkig is en dan gewoon... Ja, kijk, ik ga wel gewoon goed met mijn vrouwtje om, je weet toch? Zo, kijk, als het zo gewoon hetzelfde gaat, ja. Dan is het gewoon oké, toch? Hé, wat als jouw dochter met zo'n boy laatst uit de Oost komt? Wegsturen, man. Wegsturen? Ja, man. Uit de Oost gewoon? Ja, man. Niet eens zo'n kans geven of zo? Nee, man. Ik blokkeer hem alles. Ja, en stel je voor jezelf, je dochter is niet blij. Je zegt, fuck, hoezo doe je dit, toch? Boeit mij niet, man. Je gaat gewoon streven bij je vader, ja, gewoon. Man. Je moet gewoon horen gelijk. Ja, man. Goeie, man. Nee, man, moet je nog een SO doen? Zo. Volg me allemaal op Snap, r.westkd3, je weet zelf hoe het zit. Nee, maar hoeft niet. Ja, toch. Ah ja, dat was het, man. Hey, vandaag ben ik met? Hey, Mara. Oké, de vraag van... Ja, hoe oud ben je als ik vraag, man? 16. Ja? De vraag van vandaag is... Zou je iemand... Kijk, nee. Zou je zoontje laten daten met een dame zoals jij? Ja. Waarom? Ik ben gewoon heilig. Ik doe niks raars en ook niks fouts. Gewoon. Ik ben gewoon heilig. Dus ja. Wat maakt je heilig? Ik doe niet zo dingen zoals dames doen als mijn leeftijd. Zo, wat dan? Oh, laten we beginnen. Ik word niet zwanger. Op mijn leeftijd. Zoals Jaylee. Oh, die... Ze is nog jonger, maar is niet erg. Ze is nog jonger. Oh, joh. Maar ja, alleen zoals haar. Ja. Zo. Je bent wel street, man.
Ja, 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 ja. Dat altijd. Hoe ben je zo koud, man? Wat heeft ze, jou aangedaan? Oh, niet veel. Maar ja, ze doet gewoon een beetje druk. Mm. Ja, maar ja, kan gebeuren, je weet toch? Ja. Ja. Bij sommigen komt het snel en sommigen, ja, laat. Maar ja, zo. Zo. Maar ja. Ja, toch, wil je nog een SO doen? Nee. SO naar mezelf. Ja? Grootste supporter en ja, dat. Oké, dankjewel. Ja. Zie. Ja, toch? Hey, ik sta hier met... Rihanna. Oké, ik heb 2 vragen voor jou. De eerste vraag is... Rustig, rustig, rustig. Het is niet zo spannend. Maar de eerste vraag is, wat is de grootste camp dat de jongen op jou heeft gegooid? Van ik ga dit doen, dat doen. Zeg maar, nee, maar hij is niet op om vandaag. Nee. Nog niet, dat is niet gebeurd. Nee. Weet je zeker, weet je geen nadenken? Ja. Of je wilt het gewoon niet zeggen? Ik wil het gewoon niet zeggen. Je hoeft niet erg te zijn, je hoeft niet eens naam te zeggen. Gewoon wat hij heeft gezegd. Nee. Hij heeft niks te zeggen. Nee. Of je wilt het gewoon voor jezelf houden? Ik wil het gewoon voor mezelf. Maar het is wel heet eigenlijk. Het is wel heet eigenlijk. Nee, oké, de vraag. Zou jij jouw zoon met een meisje zoals jou laten gaan? Tuurlijk. Waarom? We willen weten. Ik ben lief. Ik ben aardig. Ja. Ben je goed? Ook. Ja. Geen kleine stoute kant. Nee. Je bent een engel. Ja. Geen duivel op schuil. Nee. Weet je zeker? Nee, ja, weet ik zeker. Ga weer op. Ga weer rol. Ja, ik weet het zeker. Dus als een jongen gewoon terugkomt, als je zo zoon terugkomt met mij, zoals hij zou zeggen, ja, is goed. Dan zou het gewoon goed vinden. Ja? Oké. Okay. Wil je nog een SO doen? Nee. Niet naar jezelf? Nee. Niet naar je boy? Nee. Niet naar die boy? Ik heb geen boy. Bro, onze YouTube-kanaal, man. Huh? Onze YouTube-kanaal. Laat, we gaan niet chasen. Ik ga gewoon de deur. Hey, vandaag ben ik met... Kianderu. En? Didaila. Lunia. Oké, de vraag van vandaag is... Wat is de grootste cap dat een boy ooit heeft... Wat een boy ooit tegen jullie heeft gezegd van... Je weet toch, wanneer jullie zouden gaan nijden? Mij niks hoor, ik. Nee? Ik ben maag. Maar waarom ga je stotteren? Stotteren? Ik ging niet stotteren. Ik ben gewoon maag. Ik ga maag? Even nadenken okay. Wat je vroeg. Want op Bijbel ik ben maag. En jij? Ze zei, ik ben ochtend, maar was niet zo. Nee? Nee, man. Hoe weet je dat? Iedereen zei dat gemeen. Zo. Dan willen ze echt niet bewegen, man. Nee, man. Maar ja, de volgende vraag is... Zouden jullie je kind iemand laten daten met iemand zoals jij? Ja. Ja? Nee. Oké. Okay. Jij? Nee, man. Nee? Nee. Oké, okay. Maar hoezo zou je dat niet toelaten? Omdat ik soms een beetje toxic kan zijn. Heel soms, heel soms. Heel soms? Niet laten lijken die lellen. Heel soms kan ik toxisch zijn. En dat wil ik niet voor mijn kind, snappen? Nee? Nee. Hoezo niet? Omdat mijn kind verdient vast beter dan iemand zoals mij. Dus je vindt jezelf niet goed? Ik vind mezelf echt goed, maar mijn kind moet gewoon een gezonde relatie zitten, toch? Ik ben gewoon gezond, maar soms ben ik gewoon goed toxisch. Maar dat is niet altijd goed. Snap je? Dan is het niet goed. Jawel, is goed, maar heel soms. Ja, toch. En jij, zou je je kind laten daten met iemand zoals jij? Nee, man. Nee? Hoezo? Ik ben gewoon lijstkind, dat zag toch genoeg. Ik ben ook lijstkind, maar ik zou het gewoon laten. Kijk, soms, misschien, soms. Dus eigenlijk, je wilt gewoon zeggen, lijstkind zijn gewoon geen goede persoon. Ze zijn wel goede personen, maar ze zijn gevaarlijk. Ik niet, jongens. Dus je bent gevaarlijk. Nee, ik ben een goede jongen. Hoezo zeg je dat? Ik lieg. Huh? Niks. Ja. Ik ben een goede jongen. Oké, je loopt te trippen. Nee. Nee? Nee. Oké.
Oké, is goed. Wil je nog een SO doen? Nee. Nee? Wil je SO doen? Mm-hmm. SO naar mijn moeder. Nee, ik vergeet het doen. Nee? Nee. Niet naar jullie boys? Hm? Naar jullie boys? Welke boys? Ik heb geen boys. Misschien een vriendje of zo. Ik heb geen vriendje, ik heb geen vriendje. Nee? Nee. Oké, is goed, dankjewel. Ja, toch. Hoi, vandaag ben ik met... Sherry. Chanelly. Oké, de vraag van vandaag is... Wat is de grootste cap dat een jongen ooit heeft gedaan... zodat hij niet met jou zou doen? Weet ik niet. Hè? Hoe bedoel je eigenlijk? Gewoon... Hij zei van, jullie gaan dit doen... Je weet toch, met seks, zeg maar. We gaan dit doen, dat doen, maar hij heeft het uiteindelijk niet gedaan bij jullie. Ik heb het niet gehad. Ik ook niet. Nee? Nee. Nee, ik heb het niet gehad. Oké. De vraag is... De tweede vraag is nu... Zal jij... Jouw zoontje laten daten met iemand zoals jij? Ja, ik ben een goed persoon. Ja? Ja. Ja, zeker. Ja. En hoezo dat? Omdat ik een goed meisje ben. Ik ben loyaal, hè. Wat maakt je goed? Alles. Wat is alles? Ik ben niet toxic. Ik ben loyaal. Hey, ik hou alleen van één persoon. Stil, ik hou alleen van één persoon. Alles in één. Oké. Okay. Ja. Maar daarbuiten ben je gewoon normaal. Ja. Zonder relatie. Ja. Oké, okay. Jij. Waarom kijk je zo pruim? Ik ben gewoon gezellig. Ik heb een goede innerlijk, hè. En ja, ik ben gewoon een goede meisje. Ik ben loyaal. Ja. Daarbuiten ben je loyaal dan? Ja, ook. Gewoon, ja. Zeker? Ja. Weet je, heel zeker? Ik ben nooit vreemd. Ja, waarom kijk je mij zo aan? Ja, gewoon zeker. Huh? Nee, ja, weet jij het zeker? Hey, ik ben loyaal. Hou me erbij. Ben je loyaal? Ja. Wat maakt jullie loyaal? Jullie geven, zeg maar. Ik ga niet vreemd. Dat heeft er niks mee te maken. Stil, ja. Ik ben nog niet klaar. Ik ga niet vreemd. Ja, ik ga niet vreemd. Klaar. Oké, maar zonder relatie ben je goed? Ja. Ja, ik ben ook lachen als ik jou hoor. Jij? Ja, ik praat niet eens tegen jongens als ik... Nee. Nee? Dus je praat gewoon niet tegen jongens? Ik ben gewoon rustig. Ik heb geen behoefte aan jongens of... Ja, ik weet niet. Nee, ze hadden mijn hoofdpijn. Jullie zijn hoofdpijn. Ja. Maar hoezo kijk je haar zo? Dat is een lieg. Ik lieg helemaal niet. Jij liegt. Hoezo cap je? Ik lieg niet, zij liegt. Ik kan niet eens liegen. Stil. Hou me er buiten. Maar het lijkt wel dat je liegt, man. Ik zie het aan je gezicht. Nee, ik lieg niet. Ik ben echt serieus, eigenlijk. Je gezicht is echt nee, eigenlijk. Nee? Nee. Oké. Okay. Is goed. Wil je nog een SO doen? Nee. Ja. Nee, stop. Wees loyaal en word niet zwanger deze zomer, alsjeblieft. Ja. Wees loyaal. Doe ook niet hoerig. Hou je mond, jij. Je mag niet praten. Je mag niet praten. Nee, stil. Okay. Ik sta hier met... GW. ND. Jaartje. Boys, ik heb twee vragen voor jullie. De eerste vraag is... Wat is de grootste cap dat je voor een dame heeft gehoord? Dat ze dit en dat bij ons wel doen qua naaien. Dus ik ga dit doen, ga jou dit geven, ik ga dit doen. Ik ben macht. Dat zeg maar, ze ben ik ja. Dat ze me die zou geven achter een hotel, man. Dat is niet gebeurd, nooit gebeurd. Nee, man. Dat ze zeg maar zou komen. Dat is nooit gekomen. Nooit gekomen, nooit geschetst. Zeggen, ja, we gaan dit doen, blijf blijkbaar. We zitten daar in die kamer, gebeurt niks. NPC gewoon. Ja, we zitten op die bed, op die randje. Gewoon op een telefoon zitten snappen. Ik blijf aan. Snap je, zo. Dus wacht, zeg maar, Steven, tot jij een move maakt. Ja. Maar eigenlijk, jullie kijken elkaar zij, gewoon aan. Zij zegt, ik maak die move, toch? Op die chat, toch? Waar fucker? Ja, toch, hoor. Ja, broer. Maar hoe ga je daarmee om dan? Dan stuur je haar gewoon dat weg op de gevoel. Ja, naar huis, man. Ik ga niet eens brengen naar je halt, hè. Gewoon blokkeren, man. Gewoon blokkeren. Uitzwaaien. Zo, doei. Gewoon blokkeren, man. Gewoon blokkeren, man. Ja, toch. Tweede vraag, boys. Zouden jullie dochter laten gaan met een jongen als jullie? Dus nee, kijk naar jezelf. Nee, man. Nee, nooit. Man. Nooit. Nee, man. Hij kan niet vertellen. Wat? Zou je dochter laten gaan met een jongen zoals jij? Nee, man. No. Maar hoezo niet dan? Toch gewoon goede jongens, toch? Hij is een vijand, man. Goede jongens, nee, man. Wat maakt jullie vijand dan? Een beetje brug.
Ja, niet berucht. Wat? Ben je, wat? Jij? Ik niet. Er zijn wel een paar mensen die ons kennen, zeg maar. Ja, hoe wij zijn. Ja, man. Er worden TikTok over mensen gemaakt, ik ga geen naam noemen. Maar stel joh, jullie dochter komt toch wel thuis met een jongen zoals jullie. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, hij gaat eruit, man. Ligt er aan, man. Ik zeg je eerlijk. Als die indruk gewoon goed is van hem, toch? Als die brakka niet laag is van hem, dan kan wel gesprek. Maar als die brakka laag is, gaat het gelijk weg. Zo, hè? Hier, gewoon strak. Riem. Als je naar Zwijkoren komt, riem. En hij moet buiten hebben. Als hij geen geld heeft, gaat hij ook niet erin. Nee, maar kijk, niet zo. Waar gaat hij je dochter meenemen? McDonald's? Nee, ben kanker gek. Kijk, maar niet hoe je het zo zegt, klinkt een beetje... Maar hij moet gewoon vaak kunnen zorgen, laat me het zoenen. Hij moet sowieso. Hij moet weten wat hij later wordt worden. Ja, ga niet zo een jongen die... Hij moet gewoon genoeg hebben om met haar om te gaan, zeg maar. Ja, toch? Oh, hij moet ook gewoon de toekomst hebben. Hij hoeft niet per se rijk te zijn, maar als hij gewoon werkt, weet toch? Dan is het gewoon goed. Nee, man. Zo, nou mama. Kom naar Den Haag. Den Haag? Ja, moet naar Den Haag. Leuke interview zijn. Ja, toch. We gaan naar Den Haag, boys.